Stripvrienden, soms dan denk ik, ik heb een stripboek waarvan ik denk van nou, dat vind ik zo'n leuk stripboek, dat is een reeks, die vind ik zo gaaf. Dan ga ik achter de camera zitten en dan hou ik mijn vlog en 5 minuten later heb ik een video. En dan begin ik en dan denk ik van goed, hoe ga ik het nou eens vertellen? Ja, wat ga ik nou eens vertellen over dit album? Het Raadsel van de Sphinx, het derde album in de reeks Alexander de Grote. Ja, daar heb ik al eens eerder een video over gemaakt, over de albums die je hier achter mij ziet, die eerste twee. Nou, het derde album, ik zag er naar uit. Ik was gewoon heel benieuwd van, goed, wat gaat dat album brengen? En nu heb ik hem, en nu heb ik hem gelezen, en nu denk ik, hoe ga ik dat nou vertellen aan jullie? Hoe, waar dit album over gaat? Want ze hebben het me toch moeilijk gemaakt, ja? Dat... Goed, bij deze kudo's heren. Ja, jullie hebben het goed gedaan, want het lijkt zo'n eenvoudig verhaal en toch zit er zoveel in. En dat vind ik ontzettend knap. Dus scenarist Barkas heeft hiermee gewoon echt een topverhaal neergezet, wat goed in elkaar zit. Ja, en daarin zie ik gewoon dat het gegroeid is ten opzichte van de voorgaande albums. Ja, het verhaal zit nog beter in elkaar. Hoe het loopt, ja, dat je echt denkt van oké, welke kant gaan we op, en je gaat dat volgen en er zitten toch wel de nodige leuke verrassingen in. Of in ieder geval de momenten dat je echt denkt van oké, dit gaan ze dus doen. Nou, dat soort dingen, als ik dat tegenkom in een boek, dan heb ik al zoiets van oké, dan vind ik het leuk om te lezen. Daarbij ook de tekenstijl van Bart Proust, die zie ik ook gewoon, die is ook gewoon ja, verbeterd. Mooier geworden ten opzichte van het voorgaande album. Als ik alleen al even zo'n prachtige plaat van Athene bekijk, ja, die vind ik erg mooi. Of gewoon hoe bepaalde scènes in beeld gebracht worden. Ja, bijvoorbeeld deze, ook heel erg mooi getekend. En er zit een moment in dat Alexander de Grote dronken wakker wordt, of in ieder geval met een kater wakker wordt. En er wordt even verteld wat er allemaal gebeurd is. Nou, dat wordt dan op deze manier in beeld gebracht, ja. Ook dat vind ik ontzettend mooi. Dus ook qua tekenwerk zit dit album gewoon weer vol met allerlei prachtige platen. En het verhaal is gewoon ontzettend leuk weer. Alexander de Grote, die opvliegende machthebber uit Macedonië, die wil zijn leger op goede orde krijgen. Er zijn wat goden die het leuk vinden om hem te bekijken en die het ook wel eens leuk vinden om zich ermee te gaan bemoeien. Nou, dat gaat natuurlijk altijd mis, zo ook in dit album, waarbij er even een speciale rol is weggelegd voor Dionysos, de god van de wijn. Die speelt een belangrijke rol, omdat door iets wat zijn vader Zeus heeft gedaan, gaat Alexander optrekken tegen een aantal steden waarvan hij denkt dat die in opstand zijn gekomen tegen hem. Een van die steden, dat is een stad waar de moeder van die Dionysos heeft gewoond. Dus hij heeft zoiets van, die stad die wil ik redden. En hij gaat dat proberen. Of dat helemaal lukt, daarvoor moet je dit album zelf even lezen. Nou blijft natuurlijk dan even de vraag van, hoe zit het even met die Sphinx? Want dat album heet Het Raadsel van de Sphinx. Die speelt een hele leuke rol daarin. Maar dan moet je het album verlezen, want dat ga ik gewoon verder niet vertellen. Wat ik nog wel even wil vertellen, en dat is het laatste wat ik echt over het verhaal ga vertellen, en dat vond ik ook een ontzettend leuk gegeven, dat is namelijk het feit dat er wordt mooi gebruik gemaakt van het idee van, je vertelt iets aan iemand, en die vertelt het aan iemand anders, en die vertelt het aan iemand anders, en die vertelt het aan iemand anders, en aan het eind van het verhaal is het helemaal iets anders dan wat aanvankelijk gezegd werd. Dat gegeven wordt een aantal malen in dit album ook gebruikt en dat leidt ook weer tot bepaalde verwikkelingen. Hè? Dus dat gekoppeld met die actie van Zeus, ja, dat zorgt er uiteindelijk voor wat Alexander de Grote gaat doen. Nou ja, en hij komt natuurlijk weer in allerlei prachtige situaties terecht. Hij komt oude bekenden tegen en hij maakt zich weer heerlijk druk. Ja, dat is het leukste. Daar zie ik hem het leukste in als hij lekker zich aan het opwinden is. Hij ligt in de stripwinkel. Het Raadsel van de Sphinx van Alexander de Grote. Nou, als het een reeks is die je leuk vindt, dan zou ik hem zeker gaan halen en zeker gaan lezen. Ben je niet bekend? Nou, je kan prima met dit album beginnen, maar uiteraard, een van de voorgaande albums zijn ook zeker de moeite waard. Dus ga dat lezen. Welke je kiest, maakt verder niet uit, als je er maar van gaat genieten. Ik wens je veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.